Kasteel Ruurlo genomineerd. Boekenkast als muurschildering. Water lekt weg uit natuurgebied. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. Kasteel Ruurlo is genomineerd voor de titel Het Allermooiste Kasteel van Nederland. Deze verkiezing is opgezet door de ANWB samen met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij hebben 50 kastelen geselecteerd die goed toegankelijk zijn voor dagjesmensen. Ze hebben een gracht, een brug, torens en versterkte muren en het is een rijksmonument. Kasteel Ruurlo, daterend uit de middeleeuwen, voldoet volgens de ANWB aan deze criteria en is nu in de race om het allermooiste kasteel van Nederland te worden. De concurrentie is echter niet mals, met onder meer Kasteel Vorden, Slot Zeist, Kasteel Roosendaal, die ook zijn genomineerd. Aan het publiek wordt gevraagd te stemmen op hun favoriete kasteel. Dit kan op de website van de ANWB tot en met zondag 6 maart. Aan de hand van deze stemmen wordt een top 5 van kastelen gemaakt, waaruit de jury gaat kiezen welk kasteel zich het allermooiste kasteel van Nederland mag noemen. De winnaar wordt bekendgemaakt op 6 juni, de dag van het kasteel. In onze maatschappij hebben we veel mantelzorgers. U kent er ook vast wel één. Iemand die zorgt voor een ander. Herma, Herman, Gijs, Mees en Margriet uit Berkeland hebben alle 5 te maken met mantelzorg. Met veel liefde, ondersteunen, helpen en zorgen zij voor hun moeder, partner en ouders. Dit doen ze elke dag, elke week, jaar in, jaar uit. Mantelzorger zijn is niet zomaar iets. Het betekent dat je naast je werk, je studie, je gezin ook nog zorgt voor een dierbare. Iemand die jouw hart nodig heeft. Met een reizende tentoonstelling in Berkeland delen deze mantelzorgers hun verhalen. In beeld, maar ook met tekst, laten zij zien wat het voor hen betekent, hoe onmisbaar je kunt zijn voor de ander. Bij de Maat in Eibergen kunt u hun expositie bekijken. Wandel langs de borden en zie en lees via de QR-code over hun dagelijks leven. De borden blijven tot eind januari staan en verhuizen daarna naar Ruurlo. In Lichtenvoorde staat een geweldig street art project op stapel in het kader van Geef Lichtenvoorde Kleur. Op de muur van snackbar Broodje Bram tot de nieuwe bibliotheek aan de Leest zal in het voorjaar een muurschildering van de kunstenaar Jan is de Man verschijnen. Jan is de Man is bekend van zijn enorm geschilderde boekenkasten. Over de hele wereld zijn zijn kasten te bewonderen, maar nog nooit plaatste de kunstenaar bibliotheekboeken in zijn boekenkast. In Lichtenvoorde zal de allereerste biebkast verschijnen aan de Leest. Om deze kast te vullen roept de gemeente Oost-Gelderen en de bibliotheek Oost-Achterhoek de hulp van de Lichtenvoordenaren in om hun favoriete boek door te geven. Door het invullen van een formulier, te vinden op de site van de bibliotheek Oost-Achterhoek, kun je de keuze kenbaar maken en digitaal versturen. Lukt dit niet, dan bieden de medewerkers van de BIEB graag hulp. De stemperiode loopt tot en met 15 februari. Daarna gaat de kunstenaar aan de slag met zijn ontwerp. Winterswijk staat in alle weerboeken vermeld met de koudste nacht ooit in het land gemeten. Op 27 januari 1942 meette Jaap Langendijk, amateur meteoroloog uit Winterswijk, in zijn officieel meetstation van de KNMI min 27,4 graden Celsius. Sinds die nacht is het nooit meer zo koud geweest in Nederland en heeft Winterswijk precies 80 jaar het koude record in handen. Wim Reusink uit Winterswijk liep al jaren rond met het idee om dit record meer bekendheid te geven. Op 27 januari werd zijn wens vervuld.
Er werd een fraai bronzen beeld onthuld van Jaap Langendijk bij de schaatsbaan in Winterswijk. Als je ook hoort hoeveel de afgelopen 2 jaar hoeveel leed er is geweest in de samenleving, hoeveel mensen de last hebben van corona en wat voor nare activiteiten en nare invloed dat heeft op mensen, dan ben ik wel heel erg trots op dit clubje. Want wanneer is het geleden dat ze bij ons kwamen om te vragen van, goh, is dat een goed idee om hier een standbeeld van te maken van Jaap Langendijk? Ja, natuurlijk is dat een mooi idee. Maar goed, we krijgen wel vaker aanvragen, maar dan moeten jullie wel zelf ook aan de bak. Wij helpen jullie, maar je moet wel aan de bak. En dan gebeurt het nog wel eens dat zo'n initiatief strandt. En dat is hier totaal niet gebeurd. Het ging in een sneltreinvaart. Het geld was snel binnen, de sponsoren waren actief. Dank daarvoor. Ze zijn net al genoemd. En dan is het natuurlijk heel fijn dat je als wethouder aan het eind van de rit samen met de burgemeester zo'n standbeeld mag onthuldigen. Maar dan is wel heel veel gebeurd in die tussentijd. En ik ben heel blij dat er naast al die negativiteit afgelopen 2 jaar in Winterswijk ook nog zoveel positiviteit zit. Dat we met z'n allen gewoon dit voor elkaar krijgen. Met elkaar en voor elkaar. En dan is er eigenlijk volgens ons geen betere plek als hier bij de IJsbaan, die nog ouder is als het record. Althans, de wijf, hè, laat ik dat even goed zeggen. En ik denk dat daarmee alles gezegd is. En volgens mij is het heel goed dat we nu de kans geven aan de burgemeester, die het volgens mij ook koud heeft, op deze dag, terwijl het nu 30 graden warmer is als 80 jaar geleden, misschien de handeling te laten verrichten. Ergens in 2014 hadden Wim Brusing en ik het eerste contact. We hebben toen wat afgestemd, wat afgetast. Ik zag het beeld al meteen voor me, zoals het hier nu staat. Alleen moest nog even uitgevoerd worden. Er is toen toch nog even weer in de spreekwoordelijke ijskast terechtgekomen. En bij het vormgeven is me het volgende is toch in mijn hoofd gaan zitten. Ik wil u de situatie schetsen van die 27 januari 1942. Als de morgenzon nog ver weg is, aan de morgenzonweg, ligt Jaap in bed. Bij het uitademen verandert zijn adem in zilveren kristalletjes, ijskristalletjes. Kristalletjes die op de deken vallen en vormen daar een wit, stijf dekentje. Tegen de ochtend, wanneer de kou op zijn heftigst is, en dat kunnen denk ik de weermensen hier bevestigen, stopt zijn wekker. De olie in het mechaniek wordt dik en stroperig en het uurwerkje stopt. Op dat moment wordt Jaap wakker. Als KNMI waarnemer word je dan natuurlijk heel nieuwsgierig om te kijken van wat was de minimumtemperatuur vannacht. Hij gaat uit zijn bed, loopt naar het station in zijn tuin aan de morgenzonweg. De sneeuw onder zijn klompen kraakt. Hij blijft met zijn vinger kleven aan de thermometerbuis. De thermometer die vlak daarvoor nog was geëikt door het KNMI. Ik sprak net over KNMI-waarnemer. Dat klopt niet. We leven in 1942 en de bezetter heeft alles wat met koninklijk had te maken weggehaald. Was verwijderd. U ziet daar zo straks nog de resten van. Op dat moment dus het NMI. Een record voor Winterswijk, ook een record voor wat betreft de steen waar die op geplaatst is. Een kalksteen uit de groeven hier vlakbij, maar liefst 245 miljoen jaar oud, uit het Trias-tijdperk. Hiernaast hebben we de voetbalclub Trias. Hoe mooi kan het zijn? Gemeente Winterswijk heeft een Greenleaf Award gewonnen. Nog van harte gefeliciteerd, burgemeester en wethouder. Maar natuurlijk ook de felicitaties voor alle Winterswijkers. Een award die prima past ook op deze plek. Want het beeld had misschien wel een vooruitziende blik. 60 zonnepanelen hebben de energie geleverd om het beeld te kunnen gieten. Circulaire economie. Gemalen baksteen krijgt een tweede functie, een soort van tweede leven als inbedmassa om het beeld te kunnen gieten. Het brons wat ik gebruikt heb is inmiddels ook begonnen aan een tweede leven. Het was hiervoor waren het lagers uit een hele grote machine. Tot slot, de laatste weken veelvuldig contact gehad met allerlei bedrijven uit Winterswijk. Veel contact met de vrijwilligers van de Winterswijkse IJsvereniging en ook andere betrokkenen. Natuurlijk ook de sponsoren die dit mogelijk gemaakt hebben. Telkens weer valt mij op hoe groot de gemeenschapszin is. Is hiervoor ook al even benoemd. Altijd bereid om helpende handen uit te steken. In dit verband
zou ik het koude recordbeeld ook willen afsluiten met Winterswijk ijskoud, de warmste gemeente. Hey, kom op, hey. Het beeld, genaamd Koude Record Winterswijk, is ontworpen door kunstenaar Jan te Kulve en staat bij de ingang van het terrein. Met hulp van sponsoren en de stichting Winterswijkse Uitdaging kon dit alles tot stand komen. Uit het meer in het Zwilbrokker Ven loopt veel meer water weg dan tot nu toe werd gedacht. Het Duits beschermde natuurgebied op de grens bij Groenlo is vooral bekend door de flamingo-kolonie. De vogels strijken er elk jaar neer om op het eiland in de waterplas te broeden. Duizenden bezoekers willen dan een glimp van de roze vogels opvangen. Dit jaar ging het goed met de broedkolonie, maar in de droge zomers ervoor lukte dat niet. Het water in de plas zakte steeds verder weg, waardoor roofdieren de vogels konden bereiken en de volwassen flamingo's onvoldoende voedsel konden vinden. Ondertussen is het duidelijk geworden waar dat aan ligt. Het meer is in het veengebied ontstaan door het afgraven van turf. Op 2 tot 4 meter diepte ligt een kleilaag die het water vasthoudt. Ter hoogte van deze laag stroomt het water weg naar de zijkanten en bij weinig neerslag verdwijnt het meer. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om het water met dambanden of folie in de plas vast te houden. Droogte door klimaatverandering is voor veel veengebieden en moerassen in de regio een groot probleem. Beste kijkers, dit was het regiojournaal van deze week. Wij hopen dat u ervan genoten heeft. Tot de volgende keer.